Throughout the Middle East to strike out at American installations everywhere, directing its message especially to Syria and Algeria. The Libyan state radio said the honor of your... Zoveel verschillende opleidingen die met elkaar interageren, zowel op onderwijs, onderzoek als dienstverlening, dat je echt een levend labo krijgt. Doe daar nog een beetje een saus op van de digitalisering, de hogeschool met de laptop en in de toekomst de hogeschool met de tablets. Dan weet je dat je een heel dynamische onderwijsomgeving geeft, die ook al heel goed voorspelt hoe dat het beroepenveld er later gaat uitzien. De perfecte voorbereiding op een succesvol leven, zou ik zeggen. We hebben inderdaad vandaag het genoegen om met 6 nieuwe keuzetrajecten uit te pakken. En het zijn net onze gesprekken, onze vele gesprekken en samenwerkingen met het bedrijfsleven die maken dat zij aan ons vragen om nog nieuwe dingen in het aanbod op te nemen. Naar informatie over de lerarenopleiding en ook informatie over de school. Ze hebben mij van alles uitgelegd over hoe de school werkt, hoe ze hier te werk gaan. Ik voel me heel goed bij deze school eigenlijk. Ze hebben ook laten merken dat ze heel veel begeleiding geven. Als de leerlingen een probleem hebben, dan kun je hier mee terecht. En ik denk niet dat dat bij alle scholen zo is. Dus ik heb een heel goed gevoel bij deze school eigenlijk. Maar toch zorgen ze voor van kijk eens naar die kunstenaar, kijk eens daar naar, zoek die eens op, zoek daar eens op. Dus je krijgt heel veel informatie. Wat vind je van het niveau van jouw docenten? Zeer hoog, wereldtop. Eigenlijk. Koen van den Broek zit van Tokio tot New York, dus dat is wel belangrijk. Hè. Is investeren in je eigen toekomst? Je investeert hier zeker in je toekomst. Het is een heel mooi beroep wat je kunt studeren in de zorg. Je werkt met heel veel mensen. Er is heel veel variatie, zowel voor iedere opleiding die we hier in het departement aanbieden. En het is jobzekerheid naar de toekomst toe. Studeren aan PL Healthcare is... Cool!